Vroeger was het een riool. Hè, dat was ook een beetje, ja, dat waren industrieën die, ja, die zuivering, waterinzuivering, dat bestond zo nog niet. Ondertussen zijn natuurlijk veel van die industrieën wel verdwenen. Maar het water op het ogenblik is perfect. Er zit veel vis op de rivier. Dus dat is wel een heel grote verbetering geworden. Het gebeurt soms dat we hier zeehondjes zien. Ook rekens. En iets dat misschien niet zo direct geloofbaar is, maar rekens die bijvoorbeeld op de dijk lopen en als we met de s'morgens in de donker met de fiets aankomen, die schrikken en die springen de dijk af en die zwemmen gewoon de rivier over. De kwestie van pijl, van het oogwater, dat valt op zijn avenant nog wel heel goed mee, omdat er al verschillende overstromingsgebieden zijn, waar dat het water bij 7 meters hoogte over de dijk inloopt en zo de pieken afvlakken. Het interessante van aan dit systeem is van veerboten, want er zijn er verschillende op de rivier, dat is dat gratis aangeboden wordt. We zitten met een getijde. Hè. We hebben dus 5 uur komt het water op, vloed, en 7 uur loopt het weg, dus ebb. En dat geeft een enorme verschil van aanleggen, van vertrekken, van varen. Die mensen die geregeld overkomen, dat waren, ja, bij wijze van spreken, vrienden. Hè? Die vertellen ook al eens iets en de weetjes en ditjes en datjes. Allee, ik vind het een hele machtige job.